geen ademhalen meer, reanimatie waarschijnlijk gestart door de brandweer. Ik ga hem wat medicatie geven, wat opfrissen, wat wonden verzorgen. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSP de Vormoor. Vandaag gaan we weer op pad met de Ambu. Samen met mijn collega. Gaan we op de Otaris Ambulance Amsterdam 1359. Nou ja, goed inzetbaar. Er komt iets binnen de Marlow. Drive, de A1 rit, de eerste rit voor vandaag. Even in het MDT kijken. Oh, wacht, die moet u wel aannemen natuurlijk. Even kijken, wat kunnen we lezen van de meldkamer doorgekregen. Niet aanspreekbaar. Voorlopig wel nog ademhaling zo te lezen. Maar geen ademhaling meer, reanimatie waarschijnlijk gestart door de brandweer. Brandweer zou wel te plaatsen zijn. Oké. Ik wil naar links. Blijf nou gewoon stilstaan, dan kan ik naar links. Ja, goed zo joh. Geloof ik in de bergen of in de heuvels, ja. In de heuvels van hoe heet dat? Ik ben die wijk vergeten. Links vrij, rechts vrij, oké. Even hier er maar langs dan. En dan zo, hoppa. Let op je. Hij moet net iets sneller zijn. Je kunt me toch niet vertellen dat zo'n busje niet zo'n heuvel opkomt. Nu zijn ze ook wel erg steil. Maar die busjes hebben ook power hoor. Zo doen we dat. Sorry jongens. Move along, please. Move quickly, people. Give me a chance. Mijn collega gaat beginnen met het, hij is een verpleegkundige, hij gaat helpen met het, of beginnen met de verzorging van de patiënt, het beter maken, het redden. Daar ga ik even ondersteunen. Vooral kijken nu. Kijken of die hulp nodig heeft. Oh,
Ik ga de brancard pakken. We gaan met spoed naar het ziekenhuis. We hebben een kleine hartslag, of een lage hartslag, lage pols. Dus we gaan mijn vrouw met spoed naar het ziekenhuis vervoeren. Kom maar. Brandweer bedankt. Even uitgezet dat we nu weer super snel kunnen, want ja, snel gaan we nu wel als we omlaag gaan. Rápido, rápido. Waar moet ik te droppen? Zo, gedropt, denk ik. Ja, ja, ze zit hier niet meer in. Clear equipment. T. En call out. Melding afgeronden, AC. Meldkamer Ambu. We gaan door. Weer aanzetbaar. Naar de... Nee, niet naar de post. Wat krijgen we? Oké, Aadje 2. Samen met de politie hoop ik richting een persoon... intoxicatie, nou ja. Urgentie 2, A2 dus. Niet heel ver hier vandaan. Dus dan gaan we eens even kijken wat we kunnen doen. Voor hem of haar, ja. Nee joh, doe het maar zo. Dan ga ik dat ook doen. Dan ga ik hier staan. Als het groen wordt, meteen gas geven. En weg zijn we. Even gas geven, want die staan uit, dus ik moet weer naar links uitwijken. Oh, wat ga je doen? Wat is hij aan het doen? Ik zie
raar. En een kip. Gaat hij gewoon even de rood. Kijk. Zitten ze hier nog niet gealarmeerd? Ja, ik ga even kijken hoe en wat. Is de persoon bij kennis, is de persoon gewoon nog in staat om wat te lopen? En dan ga ik die echt niet naar het ziekenhuis brengen, mocht daar geen reden voor zijn. En dan gaan we die gewoon lekker overdragen aan de politie. En dan gaan wij eens bezighouden met de spoedgevallen. Hada. Hallo. Ik ga even het verkeer stoppen, dan worden ze wat rustiger. Mevrouw, nou goed, mevrouw staat, mevrouw is bij kennis. Maar even laten blazen. Ook al is dat niet onze taak, maar goed, dan kan ik hem ongeveer even een beeld krijgen van wat ze heeft gedronken. Pittig veel. Het dubbele ongeveer. Ja, goed. Oké. Nou, ik ga even hier de hulp van de politie vragen. 10-4, attention all units. Officer is in route. Ik zeg de code 2. Nou, dat is niet met spoed. Vrouw, blijf even staan. Kom maar weer. Blijf even staan. Ja. Nou goed, daar loopt ze. Veel plezier dan, maar wij gaan maar door. Voor echte noodgevallen zijn wij er niet voor zoiets. Oh, ik heb hem niet aangenomen. Dat is het geweest. Ik had hem niet aangenomen. Ik vergeet het steeds. Persoon niet aanspreekbaar. Rapid responder ter plaatse als het goed is. Oh nee. Hallo. Yo, succes. Groen hebben wij aangezet. Eerste TP. Tweede ambu ter plaatse. Reanimatie waarschijnlijk. Oh ja, brandweerman wordt aangereden. Doe dan anders zo. Ja, rij maar over hem heen, joh. Goed zo. Nee, jij mag wel doorrijden. Stoppen hun nou ook als ik... Rijden. Boom. Ah. Rijden. Boom. Nog? Rijden. Boom. Oké, kijk eens aan. Hoi. Even koekeloeren. Reanimatie dus, oké. Hoi. Heeft u een beeld voor mij? Wat is er gebeurd? Waar is ze bekend mee? Is nog jong voor een hartstilstand. Hart. Ja, wat zeg het me? Als ambulancechauffeur. Ben je vooral bezig met de verpleegkundige te
Nee, is overleden, oké. Ben je vooral bezig met de verpleegkundige te ondersteunen in zijn taken, maar ook zeker om familie en anderen op te vangen. Nou, dat zie je toch wel dat dat veel nodig is. Omdat die natuurlijk met veel vragen zitten en de verpleegkundige is dan toch vaak meer bezig met de patiënt. En jij meer bezig met hoe gaan we de patiënt hier wegkrijgen, maar ook met de familie. We wachten even op de lijkschouwer. Waarom de HV hier te plaatsen was, zal wel zijn voor de afdekking. Omdat het zo midden op straat was. HV. Die sirene heb ik er helemaal niet in staan. De HV heeft vaak zo'n heel groot zeil wat je eromheen kunt zetten. Ja, dat hebben ze nu nog niet, maar dat maakt even niks uit. Duurt lang, rijdt hij wel. Hij is nu daar. Een vuilniswagen. Ah, hij rijdt wel. Maar hij gaat gelukkig de verkeerde kant op. Ah nee, hij komt. Nou ja, we kunnen lang wachten, maar dat ding dat, dat is er bijna, dat staat daar wel stil. Ik ga de meldingen afronden, ik ga... Wij gaan lekker door. Ik zet even blauw aan. Zodat ze hier... Nou ja, rijd er maar overheen, ja. Goed zo. Wat ga je nu weer even kijken? Hier zijn wij, daar is iemand aangereden. Oké. Attention all units, we've got a pedestrian struck on Magellan Avenue, respond code 3. Roger that, I'm right here. Roger. Ongelooflijk soms dat verkeer. Ja, oké, we zijn er. Er is ook een punt waar veel, een duidelijk punt hier. Met LSPD VAR rijd ik hier nog wel eens regelmatig. Maar ik snap wel dat hier wat soms gebeurt. Want daar komen auto's, hier komen... Kijk die weg, die streep alleen al hier, ja. Dan denk je echt van, wat in hemelsnaam is dit? Nou, ik ga ook zelf maar eens even iets doen. Anders is het ook zo saai. Ik ga hem wat medicatie geven, wat opfrissen. Wat wonden verzorgen. Helemaal mee te vallen. We gaan even het ziekenhuis. Zonder spoed. Als je mee wilt.
Goed zo. Ik geloof dat we meteen terugrijden naar de post, dus dat is fijn. Zijn we daar meteen. We zijn er bijna, het kan zijn dat hij zo crasht, maar dat ligt dan aan, de mod op het moment dat de patiënt uitstapt. Dat kan ook aan het ziekenhuis hebben gelegen, want dat was toen daar helemaal in de, Pacific, daar helemaal bovenaan, ik weet niet meer hoe het heet. Want hier ging het altijd goed als je achteruit reed en je liet de patiënt uitstappen, dan was het klaar. Maar daar crash je die steeds. Dan kun je voor de deur parkeren. Dus we gaan even kijken hoe we het. Zie je zo. Nee, ik zie jullie niet zo. Ik ga het beëindigen. Het is mooi geweest voor vandaag. Ik vond het een leuke video. Vond weer een toch weer een paar tiental kwartier, 20 minuten bezig geweest. We gaan er wat moois van maken. Mooie ambu. Shoutout naar de maker van de ambu en naar de skin natuurlijk, die ook voor mij is gemaakt met de sirene. Shoutout naar die maker. En ik zou zeggen tot de volgende. Doei!